Vanaf donderdag gaan er 45 knalgele auto's in Tilburg en omliggende gemeenten rijden. Quattrotax is het nieuwe bedrijf dat opgericht is door 4 bedrijven uit de omgeving. Het nieuwe bedrijf heeft samen met taxibedrijf Van den Hout uit Kaatsheuvel de aanbesteding gewonnen om de komende 4 jaar de regiotaxi uit te voeren. De nieuwe speler in het openbaar vervoer gaat de regiotaxi verzorgen in Tilburg en Goorle. Partijen uit Gielze en Dongen en 2 uit Oosterwijk zijn in de Orionstraat in Tilburg neergestreken. Het gaat niet om een fusie, maar om een nieuw bedrijf. De opdrachtgever, dat is een aantal gemeentes die samenwerken in Midden-Brabant, samen met de provincie Noord-Brabant, die de regiotaxi beschouwen als onderdeel van het openbaar vervoer, die stellen nogal wat eisen aan de vervoerder. Dat kun je niet zomaar als klein bedrijfje even op gang brengen en dan voor 700.000 ritten per jaar uitvoeren. Dat is bijna niet mogelijk met een klein bedrijfje. Dus je moet wel samenwerken. Kan iedereen hier gebruik van maken? Ja, regiotaxi is openbaar vervoer, echt volwaardig onderdeel van het openbaar vervoer, waar in eerste instantie de provincie voor verantwoordelijk is. Maar voor die mensen die nog niet in de regio of niet in de grote bus kunnen of in de buurtbus kunnen, hebben we de regiotaxi. En dat doen op dit moment de gemeenten. Quattrotax gaat in het begin voornamelijk voor het regiovervoer. Maar de ambities van het nieuwe bedrijf gaan verder. Nou, de doelstelling is om vanuit dit project regiotaxi om verder door te ontwikkelen ook voor andere vervoerstromen. Want we hebben nog te maken met leerlingenvervoer, we hebben te maken met een AWBZ-vervoer. Dat komt in 2014 ook naar de gemeenten toe. Nou, ze hebben een prachtig systeem waar ze het AWBZ-vervoer mee kunnen gaan organiseren. En wij nemen daar nu een voorschot op.